Yo mensen, mijn naam is Sven. En mijn naam is Koen. En vandaag is het eindelijk tijd om te driften met een RC-auto. Let's go. Een RC-driftauto. Driften met een RC-auto, inderdaad. Maar, dan denk je, ja maar dit is, weet jullie hebben offroad, gaan alles erop en eraan. Comments kapot veel, test een driftauto. Ja. Deze auto kan je gewoon... Klinkt niet goed, maar het maakt niet uit. Nee. Maar hiertussen staat een product. De voorste. Hij heet ook Drift in ons magazijn. Hij heet Drift in ons magazijntje. En dit is eigenlijk... Nog een prijsklasse gek. Laat hem even zien op Toemen. Waarom inderdaad? Ik laat hem even zien. €699, de ARRMA Infraction 2020 V2 6-cellig. Dat betekent dat er 2 keer 3-cellig ingaan. Nou, en die zijn toevallig vol. En de eigenaar zei, hier gaat ons hartje wel van kloppen. Ja, want het mooie van dit ding is, het is een handrem. Ja. En dat heb je nodig om te driften. Dit ding moet op superglad asfalt. Ik heb filmpjes gekeken. Ze halen, volgens mij standaard, dus zonder het tandwiel, 74 miles per hour. Dat is ongeveer gelijk aan 119 km per uur. Ja, en de banden, die kunnen dus echt roken. Ja. Van een burn-out, of van het slippen, of van het drift, echt van alles. Oftewel, dit wordt echt een lijpe video. We gaan helemaal los en we mogen hem helemaal uitroken en doen. En noem het maar op, maar we moeten een groot weiland hebben, maar we gaan hem eerst uitpakken. Weiland. Geen weiland, moeten we geen weiland hebben. We moeten een asfaltding. Ik ben helemaal hyped. Kom hier met die camera en maak hem open. Hij staat er. Wat was de prijs ook weer? €699 en dan komen er nog lipo's bij. En die lipo's zijn... De prijs weet ik niet uit mijn hoofd. Die zijn niet heel duur volgens mij, die kleine. Nee, het valt op zich wel mee, maar wel boven de €50. De ARRMA. Weer een ARRMA. Hier hebben wij ons zo erg op verheugd. Ja, hier moesten we lang op wachten. Hij gaat echt zo hard. 74 miles is gewoon volgens mij het minimaal, hè. Want ik heb ook gezien dat ze echt 100 miles gaan. Maar ik weet niet of ze dan met dat tandwieltje zijn. Maar check jongens. Hier is hij. De driftauto waar iedereen op gewacht heeft. Hier ook. 80 plus miles per hour. Zie je gewoon nog harder. Zie je hem daar eens uit? Ja. Oh. Ja, kijk eens. Ja, deze ding. Zijn we er meteen klaar voor? Wacht even. 3, 2, 1, bam! De driftauto, jongens. Hier hebben jullie echt lang op gewacht. Jullie hebben zoveel comments achtergelaten dat we deze moesten testen. Zo, check die voorkant. Check hoe laag. Kijk eens even dan, wat een ding, hé! Dit is echt ziek. Dit is echt heel lijp. Binnenkantje checken? Binnenkantje checken. Hoppakee. Zo, hij is lang. Echt. Maar kijk die bandjes, hè. Geen profiel, het is echt drift. Ja, hij heeft echt geen profiel. Gewoon, dit zijn puntjes naar binnen. That's it. Ja, we kunnen steeds in herhaling vallen. We gaan meteen naar een groot veld. Dit is hem. Echt, ik ben helemaal hyped. Ik praat je gewoon 6 keer na. We vallen echt in herhaling, maar check die kap. Wat een apparaat. Dit is ziek. 6S bouwen bij niet in je hoofd. Ja, oh, wat is dit mooi. Ja, mijn hart doet pijn van de vorige video. Ja, we hebben een video opgenomen. Dat, met snoep, dus met, dat is echt lijp. Dat ging niet goed. We gaan? Ja, laten we gaan. De accu's erin, die hebben we al volgeladen. En let's go, joh. Ging wel leuk. Wat krijg je van dat geld er nou eigenlijk allemaal bij? Zit er altijd zo'n mooi doosje bij. Jullie vinden de unboxings altijd leuk. En dan hebben we hier ook een mooi doosje. Maak hem open. En wat zit er nou precies in? De zender. Een stickerpack, of niet? Een stickerpack? Ja, tandwiel! Stickerpack en een tandwiel. Dus die tandwiel ga ik meteen vervangen, want dan wil ik de 80 miles echt gaan. We gaan nu echt maximaal. Ja. Maar, jongens, willen jullie die stickerpack? Wij knippen ze namelijk los. En als je een bestelling plaatst op sticker4you.nl, kom je erbij. En we kunnen misschien ook al bij carwash4you bij sommige mensen. Dus het is niet gegarandeerd, maar je krijgt altijd. We hebben zo geknipt. Kijk, daar ligt ook al een velletje. Tandwiel. Ja, tandwiel vervangen. We hebben hier een tandwiel, maar het is nog wel een operatie. Zo, maar echt. Wat het probleem is, dat hebben we ook al met de vorige gehad. We wilden ook de tandwiel proberen te vervangen. Ze leveren gereedschap bij die net niet past. Het is heel gek. Het is heel gek. Koop je zo'n ding van €700. Nu hebben we een setje erbij. En dit setje is gewoon een goed setje. En die past wel. Alleen het probleem is, als iets niet past en je bent aan het forceren, aan het proberen, draai hem door. Vooral met de inbus. En als hij door is gedraaid, probleem. Dus ik ben hem nu vast aan het lijmen met 2 componentenlijm. Dus epoxy. En dan hoop ik dat dit ding erin gaat. Ja. Door een beetje epoxy hoop ik dat hij niet te strak zit. Het is mokerstrak, maar ik hoop niet dat hij te strak zit. Nee. Dat we hem los kunnen draaien en dan met brute kracht die inbus er weer uit kunnen trekken. Want uiteindelijk als hij los is, is hij los. Ja, ik hoop dat dit de oplossing is. Het is als we een lasapparaat hadden we het anders gedaan. Ja. Maar dit moet het zijn en anders kunnen we gewoon dat tandwiel niet vervangen. Nee, en daar ben ik het meest bang voor. Dat dan straks een inbusje erin zit en het tandwieltje niet vervangen is. Oké. Maar we gaan ons best doen. En het is een platkop geworden. Ja, slijptolletje erin en dan heeft hij het uiteindelijk wel gedaan. Ja, we konden het echt niet laten om nu weer zonder tandwiel te gaan rijden. We willen nu echt een opgevoerde, dus het tandwiel gaan we nu echt vervangen. We gaan maar wat een gedoe hoor. Dit gaat voor mij al 2 punten eraf. Ja, echt. Maar ik denk dat we straks heel blij zijn. Dat denk ik ook. We gaan naar locatie. Ik ga hem vervangen. En dan gaat deze tandwiel erin en dan gaat hij 135. 135, wow. Dat mag geen eens, hè? Nee, man. Let's go. Nee, inderdaad. Een prachtig locatietje hier. Maar echt prachtig, prachtig. We hebben echt ruim. Geen palen in het midden, niks. Wat was dat een moeite, dat ding vervangen? Maar ik hoop, meer dan waard. 135 km per uur moet dit ding gaan halen. Ik ga de GoPro aanzetten. Ja, dit wordt een beuker hoor, dit. En carwash4you, sticker4you, ARRMA in de toekomst weer. Precies. Wat een auto. Wat een apparaat. Ah, hij slidt. Probeer hem. Hij slipt, hè. Oh. Oké. Okay. Oh, joh. Oh. Oké. Okay. Hij remt heel erg. Ik mag zeggen wat je wil, maar ik zag geen oorlog in die rook. Fucking lijfjes. Dit is echt een driftauto. Zo. Dit ding is ziek snel. Gas. Wat de hel. Hey, we gaan weg bij de auto's, want echt, je hebt controle. Maar je kan er kwijtraken. Hij, volgens mij slipt hij. Vol gas. Ja, dat kan echt niet. IJs. Oh. Het is te klein hier. Ja, maar echt. Ik moet even zo. Ik kom nog even 1 keer lang draaien. Oh. Hij is niet te remmen. Doet het toch. Check hoe laag dit ding ligt. Hé, hey, maar dit is tot nu toe de beste auto ooit. Ik ben heel benieuwd. Dit is zo leuk. Ja, is het leuk? Dit is geweldig. Nou, ik wil niet gek zeggen, maar dat tandwieletje was het meer dan waard. Hoewel het echt kut kwaliteit van gereedschap is, blijf ik zeggen. Zo. Even kijken hoor. Ja? Nu al. Gaat het zo snel? Ik denk het echt. Het is zoveel kracht, zoveel power. Je kan niet vol gas. Nee hè? Je bent aan de ei. Ik denk echt halverwege, hij slipt. Ja. Als je vol gas gaat, hij blijft slippen. Het is niet normaal. Nou, andere accu's erin. Gaat hij zo snel? Nee, kijk, ik denk echt dat dit het was. Dan gaan we andere accu's erin. Banden gaan heel hard. Ze zijn echt warm. Ze zijn warm. Ze zijn gewoon heet. Ik zie zelfs gewoon hier een beetje op dat vinnetje en zo rubber. Kijk hier, hier ligt allemaal rubber. Ja, dat is allemaal rubber. Andere accu erin. Andere accu erin inderdaad. Hij was niet leeg, dus misschien was hij al te warm. Kijk, dat ding drift weer. Jongens, vinnetje draaide er niet, dus hij is gefixt. Hij draait nu wel weer onze bitcoin miner. Hij werd bloed uit, jongen. Nou, ik zou zeggen, drift jongen. Burn hem weg. Wat een joekeltje. Wat een mooie drift door de bocht, maar... Wat gaat er gebeuren? Topspeed 134 km per uur. Nieuwe accu's erin. De juiste, hoe noem je zo'n ding? Tandwiel. De juiste tandwiel. Keer. Topspeed gaan we bereiken. Hopelijk op dit rechte stuk. Ik heb de rem nog extra opgevoerd, dat hij nog harder remt. Ja. Omdat het, zelfs dit is te klein. We gaan proberen jongens. Ja, ik ga halverwege staan. En dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren aan het einde. Komt hij te dichtbij, springen. Ik ga achter een paal staan. Dat is nog beter. Ja. Oké jongens, de topspeed. Daar komt hij. Oké jongens, ik sta veilig. Want dit wordt echt lijp. Daar komt hij. Oeh. Ja hoor. Jezus, wat ging dat hard. Dat was de topspeed. Hij ging echt niet harder. Nee? Nee, echt niet. Tering, dit ging hard. Zo. Nog een keer. de GoPro. Hij ligt op de weg. Is die heel? Ja, zeker. Zie de GoPro hier? Oeh, bijna op de weg, hè? Bijna. Holy shit. Eerlijk, dit ding is te klein. De weg is te klein. De weg is te klein. Ja. Nou, ik zeg 1 keer langs deze laatste keer. Ja, pomp hem weg, daarna pomp ik hem helemaal op. Moet je kijken hoe snel dit ding optrekt, hè? Dat is ongekend. Ja, rubber in je nek. 3, 2, 1. Het is aan de overkant bijna. Hoor het geluid. Ja. Nog 1 keer langs chasen, kom je naast me staan en dan chasen me maar 1 keer. Let's go. Daar komt hij. Je moet hem ook echt opbouwen, hè? Gewoon dat het, ja. Je kan niet in één keer, want dan tolt hij helemaal weg. Je wordt hem? Ja. Zo! Zo hard dat ging. What the fuck? Ja, dit is niet normaal. Kijk er wat uit! Geweldig ding, echt. Ik kan uren filmen met dat ding, iedereen staat te kijken van en weg, hè. Hij slipt zo lekker. Dit is ook zo lastig te filmen. Ja, doe maar tegen ons bandje aan. Kijken of hij echt, maar dan ook echt kan roken. Ze hebben gezegd, hij kan roken. Hij kan roken. Willen we het zo doen? Ja. Ik denk gewoon vol beuken nu. Nou. 3, ja? 2, 1, go! Vol gas! Ja, dat is vol gas. Aangekomen op een nieuw plekje, dit is beter asfalt. Ik denk dat hier dit asfalt de banden ook minder snel kapot gaan. Ja, want net hadden we van dat hele grof en dit is echt wel te gladder. Nou, zijn we er klaar voor? Lukt het nu in 1 keer misschien? Zijn we er klaar voor? Ja? 3, 2, 1. Nou, nee, oké. Ik ga hem helpen. Yes! Ja. Oh, hij rookt weer. Kijk, hij rookt. Waarom gaat hij niet door? Nog een keer proberen. Of niet? Vol gas. Ik denk niet dat het heel goed is. Nou, als ik dit zie. Oh, wat zo, maat. Kijk, zullen we de bandjes even checken? Volgens mij zijn ze echt goed op nu. Ja, maar hij rookt al, hè? Heel effectief. Oh, jeetje, die zijn wel warm. Ja, ik denk dat dit te veel gevraagd is voor dit ding. Dat denk ik ook. Doet dit nog? Ja, absoluut leeg. Ja? Ja, hij glijdt wel beter al. Zie je? Ja, hij drift wel lekker. Heel smoother. Nieuw asfalt. Ja. Nee, oud asfalt dadelijk dit. Ja, dit was hem. Lijf, ja, ik vond dit echt de beste auto tot nu toe. Ja, dit van alle auto's die we hebben getest. Zo sick, 135. Totaalprijs ongeveer rond 900 tot 1000 euro. Ja, 6,99 zonder accu. Maar dit vind ik wel meer waard. Zeker, dit is echt, je kan niet offroad, totaal niet. Het is alleen asfalt. En ik denk dat dat meer onze klasse is. Ik ben benieuwd wat de banden kosten eigenlijk. Volgens mij is dat ook wel een prijs. Ja, maar het is een leuke en een mooie dure hobby. Het is een fantastische hobby. Hij is weer lekker aan het afkoelen, de auto. Ja. Maar we zijn iets helemaal vergeten te vertellen en echt goed te laten zien. Precies, een echte driftauto heeft natuurlijk een handrem. Precies. Kijk, als je dus aan het rijden bent met deze hand, geef je hiermee gas en dan druk je. Je hoort hem ook, hè? Je hoort hem. Hoor maar. Kijk. En hou eens op de handrem. Kijk. Ja. Een zieke auto met een handrem. Met een hand, ja. We gaan straks even showen hoe we dus door bocht heen kunnen gaan met de handrem. Moesten we nog aardig oefenen, maar hij is dat is wel lastig. Nou, driftkikker. De handrem. De handrem, kijk. Ja, het is, hoe wil je dit laten zien, dat de handrem werkt? Ja, langs rijden en dan zie je een slip, denk ik. Kijk, als ik langzaam rij, handrem, zie je hem blokkeren. Ja. Kijk, rijden, blokkeren. Blokkeren. Dikke orkaan uit het niets, dat betekent dat hij op is. Nou, dit was hem wel hoor, maar check even hoeveel er van die band al af is. Echt niet normaal. Zo, die hele binnenkant is gewoon zwart van de rubber. Ja, het is echt, check hoe die eruit ziet van binnen. Dat is ook mooi hoor, dat bij de wiel. Ja. Hele burn-out. Check dit, hè. Dit ziet er ook echt mooi uit. Van een RC-auto, hè? Heel lijf. Jongens, ik kan je één ding vertellen. Het was een bijzondere ervaring. Mooi ding. We gaan hem weer opladen. Zeker. En we gaan er nog meer gekkigheid mee doen. Ik geef deze echt een 9,5. Ja, als je geld hebt, dit is een aanrader. Ja, echt. Dit is echt een super lijf ding. Alleen die prijs, ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Het zijn echt belachelijke bedragen. Het is een hobby, hè? Maar het is inderdaad een hobby, want als je... een drone koopt, ben je nog meer kwijt. Vroeger waren wij ook 3K kwijt voor een drone. Deden we ook. En dan gingen we ook rondjes vliegen. Fatshark hierop en weet ik veel wat. Mensen, bedankt voor het kijken. Wat moeten we volgende keer testen? Laat ons weten. Later.